zeggen wij. Toen zei mijn moeder, anders kom je even bij mij logeren. Ik zei, nee, maar dat hoeft echt niet. Ze zei, maar is toch leuk, het is toch maar voor 6-7 weken? Ik zeg, ja. Dus ik heb bijna een jaar bij mijn moeder gewoond. Op zich niks mis mee. Alleen, ja, weet je wel, ik had mijn eigen dingen allemaal. Ik denk, ja, dat ga ik er niet aan doen. Ik slikte die antidepressiva pillen en bij mij sloeg die dingen niet aan, hè. Ik kreeg last alleen van bijwerkingen. Zodat de bijsluiter goed lezen, bijwerkingen. Ik had ze allemaal. Ik denk, win dan een prijs als je ze aan kan kruisen? Heb ik. Slapen, dat ging heel slecht. En geluid, ik was overgevoelig voor geluid. Echt klein, dit kwam bij mij, bang, keihard binnen. En mijn moeder woont in Amsterdam, Amsterdam-Osdorp, op 7 Hoog. En beneden behalen ze een winkelcentrum. Ik hoorde gewoon dag en nacht geluiden gewoon. Dan ging ik slapen, dat is voor mij doen heel vroeg, 11 uur, 12 uur. En dan hoorde ik altijd op een vast tijdstip de buurvrouw, die ging naar de werk. Dan hoorde ik over de galerij heen lopen, s'avonds. Was dat vergeten? Daarna de buurman die zijn hond uit ging laten. Nou, mijn moeder heeft de verwarmingsketel. Als het kouder wordt in huis, slaat hij automatisch aan. Nou, het is Amsterdam-Osdorp, dus af en toe ook. Trauma-helikopter. En dan keek ik op de klok, was het 5:30 in de morgen. Ik denk, oh, ik slaap nog steeds niet. En dan net dat ik even slaap kreeg, hoorde ik beneden in het winkelcentrum hoe de Dirk van den Broek werd bevoorraad. Hoorde ik die vrachtwagen aan komen rijden. Goedemorgen, Jopie. Goedemorgen. Sorry, ik ben een beetje koud te worden. Ja, een beetje fris. Nou, je bent ook op tijd. Ja, altijd op tijd, hè. Ja, dat is waar. Nou, Joop, jongens, Jopie is er, kom even helpen. Het gaat er niet vanzelf uit, hè. Oké, Joop, doe maar open. Oké, pas op je handen. Joop, is op je handen. Jo. Zo, Joop, je hebt er nou bij, hè? Nou, van de pakkinglijst. Je neemt het mee van de pakkinglijst krijgen, hoor. Oké, jongens, halen we eruit. Het zijn twee honden, hè? Twee honden waren dat. Wat zeg je, Joop? Hij heeft melk vergeten. Oh jee, hij is de melk vergeten. Ja, ik kom morgen wel. Nee, Joop, ik heb straks melk nodig. Dan moet je terug. Ja, goed, nog eens even terug. Ja, dan kan je mopperen, Joop. Maar nee, ik ben niet vergeten. Dan moet je allemaal terug. Dan moet je allemaal terug. Oh, dan moet je terug. Ja, Joop, dat kan wel zijn. Maar ik ga op de melk. Ik heb melk nodig. Jongens, achteruit. Joop, is op je handen. Joop. Zie je zo, Joop? Oh, jongens, dit is toch weer... Hey Jopie. Hey. Hoe is het nou gedaan? Ja, hij stond op te wachten, zei hij, met melk vergeten. Ja, dat zei ik ook. Ja, dat zei ik ook wel een lange week. Oké, jongens, kom even helpen. Joop, is op je handen. Joop. Wat zeg je, Joop? Zal ik het kijken van een week, want ik niet eens weet. Joop, ik weet niet wat je zegt. Zal ik het even... Niemand weet wat je zegt. Ik weet het tot morgen. Joop, zie je morgen weer. Joop, pas op je handen. Joop.
Joop, wat zit je te toeteren? Ik schrik me dood. Je hebt problemen met de motor. Oh, en nu? Ja, ik kan niet weg. Oh, moet ik een paar jongens halen, even aanduwen. Dat is een vrachtwagen, man. Kan je toch niet aanduwen, gek? Oh, moet ik anders even, de choke eruit. De choke erin, de choke eruit. Even choken. Heb je gechoked? Ja, dat kan ik. Choke nou maar. Zij toch? Joop, niet toeteren voor de buren.